Bij de eerstvolgende verkiezingen die gehouden zullen worden, zal het ministerie van Binnenlandse Zaken beter communiceren. Miscommunicatie was de nekslag van de verkiezingen op 25 mei 2020. En dat willen we voor de komende verkiezingen veranderen, zegt minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken. Afgelopen zaterdag was de evaluatie van de verkiezingen van 2020. En er is door het onafhankelijk kiesbureau, OKB, geconcludeerd dat te veel is misgegaan. Het OKB heeft ook een waslijst aan aanbevelingen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken overhandigd, zegt de bewindsman. We hebben na de workshop een waslijst aan aanbevelingen gehad die zij waren het doornemen. En in het wettelijk kader waar wij ons hebben ingeplaatst, gaan wij dat toepassen. Ik ben blij met de aanbevelingen. Maar wat wij als leiding anders gaan doen is communiceren. Wij gaan ervoor zorgen dat we alle ego's opzij gaan zetten. We gaan ervoor zorgen dat het nationaal belang altijd boven het elk belang gaat stellen. En wat ik al net zei, communiceren, communiceren met elkaar, communiceren niet. Niet de ruzie met elkaar zoeken. Ik heb laatst gehoord dat zelfs het OKB bij de vorige verkiezing een rechtszaak heeft aangespannen tegen het CHS. En ja, ik vind dat allemaal zo onnodig. Dus wij gaan ervoor zorgen dat voor elke acteur in het verkiezingsproces duidelijke taakstelling is. Zodat die weet ik moet dit doen, die andere weet ik moet dat doen, zodat er geen overlappingen zijn en ook onnodig ruzie wordt voorkomen. Dus wij gaan het aanpakken zoals het altijd is geweest. Ik heb dat al toegezegd. Suriname kan op ons rekenen, kan op dit ministerie rekenen dat het aankomende verkiezing weer een van de best gehouden wordt. Volgens Lilawati Ragubir, de nieuwe voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, neemt de intensiteit van de werkzaamheden van het CHS toe, zodra de president de verkiezingsdatum vaststelt. Er wordt daarna met een verkiezingskalender gewerkt, zegt de CHS-voorzitter. Minister Sommaharjo benadrukt dat het systeem van een verkiezingskalender gehandhaafd zal blijven bij de komende verkiezingen. Omdat dit heel belangrijk is, er zijn fatale termijnen in de wet genoemd, in de kiesregeling. En die moeten dus nageleefd worden. Ik heb zelfs gemerkt dat een van de leden van het CHS, de oude leden, mij erop attendeerde dat als 3 uur geweest was en 1 over 3 een vertegenwoordiger van een politieke organisatie zich had aangemeld, dat die dus dan eigenlijk onverrichte zaken terug kon gaan. We zijn na dag 1, sinds mijn aantreden, zijn we al begonnen met de verkiezingen. De verkiezingen is een dynamisch proces. We hebben al een aantal post-electorale activiteiten gedaan. Zoals het onderzoeken van de stembiljetten die niet goed zijn uitgebracht. De oproepingskaarten die niet zijn geleverd. Nu zijn we klaar met de evaluatie. We gaan een groot verkiezingskalender maken. Zodat we precies weten wat en wanneer wat moeten doen. Zodat we van tevoren zijn voorbereid. Die groot verkiezingskalender moet leiden tot een groot draaiboek. Waarvan elke verkiezingsactor hun taak weet. Dat was minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken en daarvoor Lilawati Ragubir, voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau. Ze spraken over de evaluatie van de verkiezingen van 25 mei 2020. Enkele aanbevelingen van het OKB zijn dat het ministerie erop moet toezien dat de wetten van de kiesregeling stipt worden nagevolgd door hoofdstembureaus en dat er volledige automatisering van de centrale bevolkingsadministratie moet plaatsvinden. We'll be right back.